Hallo, we zijn hier op de Fotokina met Tom Reuvers, de specialist van Olympus met betrekking tot de nieuwe producten. Kun je mij wat vertellen over de EM1 Mark II? Ja, over de EM1 Mark II, het valt een hoop te vertellen. Wij noemen dit echt een game changer. Voor ons is dit een camera die eigenlijk tot nieuwe hoogte stijgt en met name op het gebied van snelheid. Als je deze camera kijkt, waar we voor geïntroduceerd hebben, is met name voor de professionele fotograaf die ook snelheid nodig heeft. Heel vaak zie je dat professionele fotografen nog met een traditionele spiegelreflex fotograferen, puur vanwege een scherpstelsnelheid en van een hoog aantal frames per seconde. Wat we nu met deze camera hebben gedaan, is eigenlijk alles wat snelheid veroorzaakt, hebben we eigenlijk verbeterd. Van het autofocus systeem, tot de processor, tot de beeldverwerking, dus alles draagt bij aan een hogere snelheid. En het zorgt er nu eigenlijk voor dat deze camera volledig de snelheid van die spiegelreflex, het traditionele spiegelreflexverhaal, echt overtreft. Hoeveel beeldjes kan deze camera per seconde schieten? Afhankelijk van de stand waar je hem opzet, of je tussendoor wilt focussen, of dat hij eenmaal focust en dan de foto's maakt. Op zijn tussendoor repeterende stand met tussendoor scherpstellen kan hij maar liefst 18 frames per seconde fotograferen. En dat is op volledige resolutie. In RAW-formaat op zijn volledige 20 megapixel resolutie. Zou je single autofocus gebruiken en dan op de repeterende functie, kun je na 60 frames per seconde volledige resolutie, ook in het allerhoogste, in de hoogste resolutie. Hij heeft al een 20 megapixel foto nog steeds. Steeds een 20 megapixel foto, dus je kunt 60 frames, 60 foto's per seconde maken op die hoge resolutie. Ja. Nou heeft deze camera een elektronische zoeker, ten opzichte van de spiegelreflexcamera en glaaszoeker in zit. Klopt. Dat heeft natuurlijk als voordeel dat ik dan beter mijn foto's kan terugkijken. Ja. Het nadeel van zo'n elektronische zoeker is dat je vaak die verversingssnelheid, dat die dan niet goed is. Klopt. Als je vaak met fotografen praat, en die zijn altijd gewend geweest aan die optische viewfinder, die optische zoeker, en schakelen over naar dit soort viewfinders, is het een kwestie van wennen. Wat we nu heel erg zien is die vertraging, wat vaak het grootste probleem was, is ook met deze zoeker, die ook weer vernieuwd is eigenlijk veranderd. Wat deze zoeker als technisch hoogtepunt eigenlijk heeft, is dat hij maar een vertraging heeft van 6 milliseconden. En dat is exact dezelfde snelheid als dat wij met het menselijke oog onderwerpen zien, dat in onze hersenen verwerken en pas detecteren dat er ergens iets gaande is. Dus die vertraging die in een elektronische viewfinder zit, zul je met deze camera niet meer ervaren, dus die is er eigenlijk niet meer. Continu beeld op het moment dat ik aan het fotograferen ben. Continu beeld terwijl je aan het fotograferen bent. Nou heeft hij een nieuw autofocus systeem gekregen. Ja. Hoe werkt dat hybride autofocus systeem van Olympus? Het is niet een hybride autofocus systeem. Het is echt een. We hadden contrastdetectiesystemen. Dat wordt nog steeds heel veel toegepast in dit soort systeemcamera's. Nu wordt er gewerkt met fasedetectie. Fasedetectie, dat kennen we vanuit de spiegelreflexcamera's. En het grote voordeel van fasedetectie is met name de snelheid van het scherpstellen, het volgen van onderwerpen die je scherp gesteld hebt. En dan met name ook in snel beweging, maar ook in moeilijke lichtomstandigheden. Door het fasedetectiesysteem nu op de chip toe te passen in deze camera, heb je dus diezelfde snelheid wat je eigenlijk zou wensen in dit soort camera's. Nou heeft deze camera twee kaartsloten voor SD. Ja. Dat betekent dat ik eigenlijk op het ene kaartje kan filmen en het andere kaartje kan fotograferen. Of ik kan bijvoorbeeld een JPEG foto maken of een RAW foto tegelijkertijd. Je kunt inderdaad verschillende toepassingen op die kaartjes gebruiken. Je kunt nu ook mappen maken dat je zegt van ik heb een bepaalde shoot die wil ik in die map hebben of op dat kaartje hebben. Je bent nu volledig vrij om te kiezen wat je met je bestanden waar doet en op welk moment. Nou heeft deze camera 5-assige stabilisatie. Ja. Die hebben jullie weer sterk verbeterd. Ik heb begrepen dat hij zelfs tot 6,5 stops kan corrigeren. Klopt. Dat is eigenlijk de beste stabilisatie die op dit moment in de markt is. Ja. Als je naar de stabilisatie kijkt, 5-assig hadden we natuurlijk al sinds de introductie van de OMD, die we al een aantal jaren geleden hebben geïntroduceerd. We streven constant naar verbetering in die beeldstabilisatie. Kijk je naar deze beeldstabilisatie, kan die tot 6,5 stops aan winst opleveren. Dat betekent in de praktijk, met ons 1200 nieuwe F4 objectief, als je die gebruikt bijvoorbeeld, dat je in uit de hand nog tot 2 seconden uit de hand scherpe foto's kunt maken. En dat is echt ongekend. Ik weet, er zijn veel merken die op dit moment een 5-assig beeldstabilisatiesysteem aanbieden. Die zijn niet allemaal gelijk, dat wordt heel vaak gedacht. Wij zijn de enige die tot die 6,5 stop winst kunnen leveren, waardoor je langer uit de hand kunt fotograferen. Ja. Als ik zelfs tot 2 seconden uit de hand kan fotograferen, moet natuurlijk wel mijn onderwerp stilstaan. Dan moet je onderwerp stilstaan. Dan moet je onderwerp stilstaan. Nou kan die ook filmen. Hij kan filmen in 4K, natuurlijk de nieuwe standaard voor film. Ja.
Dat is 4 keer beter dan Full HD. Dat... Weet je hoe groot zo'n bestand dan ongeveer is? Nee, de exacte grootte van het bestand weet ik niet. 4K uiteraard, dat zal wat groter zijn. Het is ook afhankelijk van de compressiemethode die je gebruikt. Je hebt verschillende mogelijkheden nog weer om dat weg te schrijven. Je kunt kiezen uit 4K en ook uit Cinema 4K. Maar het is afhankelijk van ja, compressie en dergelijke hoe groot die bestanden zijn. Ga ik naar de zoeker kijken, gaat het schermpje automatisch uit. En ik heb een OLED zoeker. Met 2,3 miljoen beeldpunten? 2,36 miljoen beeldpunten, 2,36 miljoen beeldpunten. Met die verfrissing van 120 frames per seconde en met die korte vertragingstijd van 6 milliseconden. Deze camera heeft cross-autofocus sensoren. Dat betekent dat die dus gewoon heel makkelijk horizontaal en verticale onderwerpen kan scherpstellen natuurlijk. Hè? Klopt. En die 121 autofocuspunten, zitten die over het hele veld verdeeld? Die 121 autofocuspunten die zitten over het hele veld verdeeld. Dus je hebt echt een hele grote coverage van het onderwerp wat je kunt gaan fotograferen. En het unieke is dat ook al die 121 ja, sensoren die erin zitten, ook allemaal ja, kruistype sensoren zijn, cross-type sensoren zijn. Dus je hebt ook echt ja, daar een heel uniek verhaal mee. Er is op dit moment geen andere camera die 121 kruissensoren heeft. Is de camera nou ook goed waterdicht en stofdicht gemaakt? Ja, dat was bij de voorgaande modellen uiteraard ook het geval. Al onze OMD-modellen, EM5 Mark II, ook onze nieuwe EM1. Is stofdicht, spatwaterdicht en ook freezeproof tot min 10 graden te gebruiken. Dus voor elke omstandigheid ja, kun je deze camera meenemen. Voorheen was het inderdaad alleen maar dat je in 3 gradaties zag of je accu bijna leeg was. Alleen je wist niet of je nog 10 of 12% spanning had. Nu kun je heel simpel zien in het menu ja, hoeveel percentage je nog terugvindt. In dit geval nu nog 44%. Dus je kunt nu ook veel duidelijker zien hoe lang je nog met je accu door kunt. Nou komt het wel eens voor dat ik te laat ben met mijn opnames. Nou heeft deze camera daar ook een oplossing voor. Top, deze camera heeft daar ook een oplossing voor. Met name voor heel snel bewegende beelden. Je wilt de foto maken, je drukt de knop in, maar eigenlijk is de actie al geweest. Daarvoor hebben we nu ook Pro Capture Mode, zoals we dat noemen. En op de Pro Capture Mode gaan we de camera instellen in die setting. Als je dan de ontspanknop half indrukt, begint hij al 14 frames van tevoren voor je op te nemen. In de allerhoogste resolutie druk ik hem door. Maak je dus eigenlijk pas die foto die je gepland hebt. Dus je zult nooit meer het moment missen ja, wat je eigenlijk ja, wilt vastleggen. Dus op die manier kun je van heel hoge snelheid ja, ook dat soort onderwerpen vastleggen. Dan moet ik wel mijn vinger op de ontspanknop hebben. Je moet een span, ja, absoluut. Ja. Ja, dus je drukt hem half in. Wat normaal de modus is om scherp te stellen, dan doordrukken. Nu is het half indrukken en dan gaat gelijk je foto's voor je maken. Nou heeft deze camera een elektronische sluiter. En die is ook bijzonder stil. Klopt. Tenminste, dat is een modus die in de camera kan worden ingesteld. Hè? Als je naar de basis kijkt van deze sluiter die er al in zit en hij staat op de mechanische stand, is hij al een stuk stiller dan wat je normaal gewend bent. Maakt al bijna geen geluid. Je kunt helemaal, als je helemaal discreet wilt gaan fotograferen, ik noem maar een bruiloft waar je echt ja, geen geluid mag maken, kun je hem ook op de volledige stille modus zetten. En op de volledige stille modus, dan hoor je helemaal niets meer. Niet iets minder, nee, dus gewoon volledig stil en gebruik je elektronische sluiter. De accu is ook bijzonder snel opgeladen. Hij zal er ongeveer 2 uur over doen om de accu weer volledig op te laden. Mocht je nou meer willen weten over deze apparatuur, kom dan naar fotodevakman.nl of kijk in een van onze winkels. Wil je op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen? Abonneer dan via ons YouTube-kanaal.